We zijn hier met Jan Oosterbaan. Jan, we zijn in Dubai. Wat vind je ervan? Ja, ietsje verder is Dubai, hè, geloof ik. We zijn er 3 kwartier vandaan. Ja, helemaal geweldig hier. En ja, met wie ben je hier? Ik ben hier met Shana Lammers, mijn nichtje. En die gaat voor de wereldtitel vechten. Hoe vind je de accommodatie? Ja, alles is goed geregeld. Maar ja, blijven Arabieren. Dus de afspraken zijn wel af en toe een beetje moeilijk allemaal. Maar ja, we gaan er wat van bakken. Hoe zie je deze dag? Denk je dat het spectaculair gaat worden? Ja, er zijn 6 partijen en ik denk ja, dat ze allemaal wel op scherp staan. Dus ik denk wel dat we wat spektakel mogen verwachten. Ja. Over Shana, je nichtje? Shana. Shana, je nichtje. Hoe is de voorbereiding geweest? Hele goede voorbereiding gehad. Helemaal op gewicht gekomen. Heb ze heel goed dieet gevolgd. Het meisje waar ze tegen stond, die is afgevallen. Dus nu kwam er een ander meisje uit het 78 kilo. En Shana weegt 66 en die heeft 8 kilo afgevallen. Dus ja... Die 8 kilo hebben ze er alweer aangevreten natuurlijk. Dus eigenlijk is het een iets te veel gewichtsverschil. Maar geen niet, we gaan er gewoon voor. Een speciale voorbereiding ook vanwege misschien de temperaturen? Nee joh, gewoon training. En ja, 2 keer per dag trainen, dat mag goed zijn. Jan, je bent zelf ook natuurlijk een legende in het kickboxwereldje. Ja. Hoe kijk je daarop terug? Ja, mooie tijd gehad natuurlijk. Uit de periode 78 begonnen, dus dan... Praat je over de eerste jongens die van het full contact naar het kickboksen gingen. Ja, tegen iedereen gevochten. Aardig wat namen tegengestaan. Ik ben nu bijna 55, dat zegt wel wat. Ik heb nog een periode gedaan van 2003 tot 2008 voor die veteranenwedstrijden. Was ook erg leuk, geen één verloren, dus dat is ook leuk. 2 keer de wereldtitel bij de veteranen nog gepakt, ook leuk. En ja, nu hier ja, je eigen pupillen en vooral mijn eigen nichtje nou bijstaan. Dus het heeft wel wat. Maar ik denk voor elke kickboxer, hoe oud je ook wordt, het kriebelt altijd. Dus het kriebelt altijd. Zie je jezelf nog een keer komen? Ja, als we eind van het jaar een wedstrijd maken van 2 jongens van 55 tegen elkaar. Ja, het is wel leuk. Wie weet. Ja, het kan een hele leuke sfeer geven ook. Ja, en zeker voor Rotterdam. Ik denk nog wel dat ik een publiekstrekkertje ben. Dat nog wel. Dat weten we wel zeker. Okay, dankjewel voor dit gesprek, Jan. Alsjeblieft. Groetjes.